FC Dordrecht thuis tegen Jong AZ is een wedstrijd tussen de nummers 20 en 15 van de KKD. Jong AZ hier met een eerste mogelijkheid. Een heerlijke bal van achteruit voor Marwen van Brederode. Maar die weet dat verder niet te benutten. Redding is er van Liam Bossin, de doelman van Dordrecht. Bij Jong AZ waren er ongelooflijk veel coronagevallen afgelopen vrijdag. Vandaar dat die wedstrijd toen niet door kon gaan. Deze wedstrijd wordt op maandagavond gespeeld. Dit is een eerste kans voor de Dordrechtenaren. De omhaal is aardig van Mathis Soerai, maar niet gevaarlijk genoeg. Bij Jong AZ ook geen Joey Jacobs. Hij is naar Almere City verkast. De laatste keer dat Jong AZ een wedstrijd wist te winnen in de KKD is alweer 11 potjes geleden. Dat was tegen Dordrecht. Dit is een heerlijke afstandspegel van Jackie Donkor. Weer een redding van Bo Reus. De doelman, een vrij onorthodoxe redding. Maar goed, bal gaat er niet in, daar gaat het om. Het is een leuke eerste helft. Met toch wel wat kansjes over en weer. Aanval opgezet door Mohamed Tabouni en de kans komt voor Thijs Oosting. Maar die bal gaat naast. Bijna een half uur gespeeld. Pier Koopmeiners. Hij kijkt. Prima trap van Koopmeiners. Afvallende bal. Is voor Zuurmeester. Het schot over is voor Myron van Brederode. Zo zijn er kansen voor Jong AZ, maar nog geen doelpunten. En dat is nou net het euvel van de rest van het seizoen ook. Jong AZ is de minst scorende ploeg van alle ploegen in de KKD. 19 keer pas gescoord. Ja, als het een keer zou moeten lukken, dan is dat tegen Dordrecht dat de meeste doelpunten tegen heeft gekregen tot nu toe. Schot van Christian Conte gaat naast. De man die vorige week bij zijn debuut wist te scoren. Tegen Helmond Sport deed hij dat toen binnen een minuut. En nu is het raak voor Dordrecht via Anouar El Azouzi uit een hoekschop van Pascu. 1-0 voor de Schapenkoppen. Een goede voorzet. Wordt prima binnengeknikt. En Bo Reus gaat dan ook niet helemaal vrij uit. Gaat naar de bal, maar die mist hem. Anouar El Azouzi loopt heel hard tegen die bal aan. En knikt daar raak. 1-0 voor de ploeg van Santoni. De tweede helft moet Jong AZ dus komen. En moet het dus weer proberen om iets te creëren. En dan een keer wel te scoren. Dit is toch een aardige grote kans voor Fedde de Jong. Via de keeper en de paal gaat hij er niet in. En zo houdt Dordrecht nog altijd de nul. Want de nul houden, ja, dat is een soort sprookje geworden in Dordrecht. Al 28 wedstrijden op een rij gaat hij er eigenlijk altijd wel een keer in. 29 keer een doelpunt tegen is een negatief clubrecord. En dat willen ze voorkomen. Maar de kansen komen er nog altijd voor Jong AZ. Nu is het Max Meerdink die overschiet. Door al die coronagevallen veel mensen afwezig nog steeds bij Jong AZ. Hier weer een kans voor Max Meerdink. Countermogelijkheid voor Dordrecht. De snelheid is er bij Stijn Meijer, de clubtopscorer van Dordrecht. En Stijn Meijer maakt er een klein kwartiertje voor het einde 2-0 van. De kracht van de spits van Dordrecht betaalt zich uit bij dit duel. Zijn zevende dit seizoen. Ja, als je een slijding maakt als centrale verdediger, je bent nog als enige over, dan moet je hem hebben. Achterin gaat er veel mis bij Jong AZ. Bij de 2-0. En 2-0 is nog niet genoeg voor Dordrecht. Hier Agrafiotis, hij er wel weer bij. Met tegen Helmond Sport nog overgeslagen, uit de selectie gezet. Nu geeft hij een voorzet, Conte probeert het, het blijft bij 2-0. Ja, die wedstrijd die gaat wel gewonnen worden door Dordrecht. Dat is iets wat zeker is, maar houden ze de 0? Ja, dat lukt. Want de laatste kans voor Jong AZ gaat er niet in. Fedde de Jong schiet, Bossin redt. Eindelijk weer is de 0 achterin voor Dordrecht. En wordt het dan nog 2-0 of 3-0? Conte geeft hem aan Agrafiotis. Het blijft bij 2-0. Bal via de bovenkant van de lat er niet in. Dordrecht wint en krijgt geen doelpunt tegen.